Leuk dat de band hier gewoon live meespeelt met de Crusaders en Randy Crawford. En Street Live. Want ik ben even naar de live studio gelopen. Ja, ik wil geen valse beschuldigingen doen, maar ik vind het toch heel toevallig. Afgelopen vrijdag bracht ene Edwin Evers zijn debuutalbum uit. En uitgerekend het weekend heeft de politie in Hardenberg een illegaal feestje beëindigd. Het kan geen toeval zijn. Edwin Evers, goedemorgen. Jazeker. Daar was ik niet bij betrokken dit keer. Maar de release party is toch geslaagd, begrijp ik? Was zeer geslaagd, maar allemaal op 1,5 meter. Volgens de regels. Ja, Edwin, goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. Leuk dat ik hier mag zijn. Want dat is een moment. Afgelopen vrijdag kwam die uit. Jouw plaat. Inderdaad, plaat. Inderdaad. Dat is nog steeds een mooi oud-Hollands woord, hè? Plaat. Ik hou hem er ook in. Je hebt hem ook op vinyl, toch? Of niet? Ja, op cd en vinyl. Het is heel hip om tegenwoordig ook je plaat op vinyl uit te brengen. Want iedereen, de boel staat op losse groeven. Dus dat geldt ook voor de vinyl. Hoppakee, hij maakt hem gewoon op losse groeven. Ja. Ik begrijp, de plaat heet Tijd. Want dat had je natuurlijk ineens. Niet normaal. Ik had zoveel tijd en dat was heerlijk. Dus dat was een van de redenen ook om de plaat zo te noemen. Maar toen ik ging terugluisteren en een titel moest verzinnen, dacht ik, nou, er zijn ook wel heel veel liedjes die het aspect tijd bevatten. En ik vind het ook wel een interessant onderwerp eigenlijk. Dus ik dacht, nou, ik noem het gewoon Tijd. Dek de lading. Dat dekt inderdaad wel de leiding. Want je hebt natuurlijk uiteraard door die hele vervelende situatie tijd in je handen gehad om die plaat ongelooflijk mooi te maken. Niet normaal. Zoveel tijd. Nee, dat klopt. Ik had vanaf maart konden wij natuurlijk niet meer optreden. Dus toen zat ik daar maar een beetje thuis. En vanzelf ging ik heel veel schrijven. En toen uiteindelijk, na een paar maanden had ik best wat liedjes gemaakt. En hebben we uiteindelijk opgenomen. En toen dacht ik, nou, dit is volgens mij genoeg voor een album. En zo, en al dus geschieden. Hij is er nu. En ik las dat je alleen in shows uitgenodigd wilde worden als mensen je muziek echt goed vinden. Nou, dat zit wel snor, want je bent overal. Ja, het is niet normaal. Ja. Nou, ik heb gezegd, ik ga niet al mijn oud-collega's bellen of ze alsjeblieft mijn plaatje willen draaien. Dat ging me net te ver. Dus alsjeblieft, vergeet dat appje even wat ik gisteravond stuurde. Ik zeg natuurlijk, draai het als je het mooi vindt. En draai het vooral niet als je het helemaal niks vindt. Dat lijkt mij het meest fair, toch? Nou, het mooie is, ik zat naar je single te luisteren, Stad en Land. Die kwam uit en toen ik luisterde naar de tekst, dacht ik, jij zit in een soort tweestrijd met jezelf. Je kunt eigenlijk niet naar de stad, maar je kunt ook niet naar het platteland. Je wilt eigenlijk het best of both worlds. Het zou metaforisch kunnen zijn, maar dat is inderdaad een eeuwige tweestrijd. Ja, nee, ik hou van de stad en dat het altijd aanstaat in de reuring. Maar ik vind het ook wel lekker om even helemaal niks te hebben. En dat, waar ik woon is dat. Dus het is een beetje een kruising tussen Hardenberg en Amsterdam. Juist, daartussenin eigenlijk, ja. En wat gaat er nog gebeuren? Ik heb begrepen dat de deur op een kier staat voor samenwerkingen. Zit er al wat in het verschiet? Nou, ik zit heel erg op mijn telefoon te kijken, maar er belt helemaal niemand. Ik snap er helemaal niks van. Het telefoonnummer wat u kunt bellen is 06. En uiteraard, mocht de boel weer opengaan, want dat hopen we toch een keer dat het gaat gebeuren, kunnen we dan een hele tour weer verwachten? Nou, we waren met een ethisch tour begonnen met de band. En ik vond dat een van de allerleukste dingen die we gedaan hebben ooit. En ik wilde eigenlijk heel graag zo snel mogelijk mee verder. En zo snel dat kan. We hebben nu voor de vierde keer geloof ik verplaatst. We hopen ergens in oktober verder te kunnen. En dan hoop ik weer te kunnen spelen. Ik hoop al eerder te kunnen spelen, maar die tour zou ik heel graag willen vervolgen. Dat snap ik. Dat spelen gaat in ieder geval. Dat kan ik voor je regelen. Dat gaan we gewoon nu live. Daar gaat iedereen van mee profiteren. Oh mijn god, ja. Het is zover. Want waar je ook bent, verplaats je even in dit moment. Stad en Land. Zo heet de nieuwe single van Edwin Evers live. Hoor dat nog eens even. Edwin Evers en de band live. Stad en Land. Haha, dat klonk goed, zeg. Dank u. Ik heb ook zin. Ik zie ook gewoon dat jullie echt er zin in hadden. Ik zag het al tijdens de Crusaders. Dus die hele band zet al in. Het is tijd om live te gaan spelen. Jazeker, als wilde paarden. Als wilde paarden in het weiland. Ja hoor. Ja. Ik stel voor dat jullie nog niet meteen weggaan. Nee, dat stel ik ook. Vind ik een goed voorstel. Allemaal zo zonde, want het staat allemaal zo mooi opgesteld. Al die spullen uitgepakt hier. Ja, zonde van het werk natuurlijk. Dus er komt nog een top 4000 classic, hè, zo meteen. Ja, nou, ik weet eigenlijk niet of die in de top 4000 staat. Maar ik denk, hij hoort er in ieder geval in te staan, dus we doen hem. Ik ben benieuwd. Gaan we al een tipje hier? Misschien kunnen jullie een stukje laten horen. En? Oh. Jongens, toch. Nou. Ik denk dat ik hem weet. Denk jij? Ik zit er helemaal in. Nou. Het begon als. Het leek op. Evelien weet het, denk ik. Even zeg het maar.
Het komt door mijn vader, die is helemaal weg van dat liedje. Is de Oude Maas weg? Ja. Oude Maas weg! Oh, amazing stroopwafels. Ja. Gerard, ik vroeg me nog even af. Heb jij die... Ik heb niet die bel bij me. Maar die zit aan het eind van het liedje natuurlijk. Oh, de bel. Klok. Kun jij die... of die klok, kun jij die verzorgen? Of ik ga even een klok... Voor straks. Ja, we gaan hem even klokken. Gooi jij dat even naar een klokje. Zometeen gaan we dat proberen. Gaan wij nog even repeteren. Ga dat even, ja, dat is goed. Ondertussen, op de bühne, nog steeds de man die afgelopen vrijdag zijn debuutplaat uitbracht. Tijd. Edwin Evers en zijn band nog steeds hier in de house. Edwin, het is tijd. Ik heb volgens mij mooie klokken voor je voor op het einde. Dat is hoor. Is dit er wat? Is dit iets? Ja, dit zijn ze. Of heb je toch liever... Wat een toestel. Dat kan toch al... We doen die eerste wel even, want het is tijd voor... We hebben even gekeken op welk nummer die stond. Hij stond op 148 in de top 4000. Jazeker. Ja, klassieker. Overigens, ik heb inderdaad band, mag ik dat nog even zeggen? Ik heb Bert Meulendijk bij me, Michel Verschie, Jeroen Rietbergen en Tessa Boomkamp. Die helpen me altijd gigantisch uit de brand de afgelopen dagen. Dus dank jullie wel daarvoor, jongens. Maar ik heb nu voor dit liedje Ferry van Leeuwen meegenomen. Zo, het mocht echt wat kosten vandaag. Ja. Ferry er ook bij. Get hem allemaal. Ferry. Het is tijd voor een echte klassieker. De Amazing Stroopwafels, Oude Maasweg. Maar dan door Edwin Evers en zijn band live. Zo is het. Oké, misschien dat ik toch andere kerkklokken moet uit. Dit was een beetje... De Maas is een koster in het zuiden. De enige klok die ik kon vinden. Ja, deze ook nog. Deze ook nog. Schitterend. Ja, die is ook mooi. Mooi, man. Dames en heren, Edwin Evers band... Oude Maasweg, live, dat klonk toch fantastisch. Eve heeft hem helemaal meegezongen hier. Ja, ik ben aan het dweilen, hè. Dan ken je dat soort liedjes. Och, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Onwijs bedankt voor de komst. En ik wens jullie heel veel succes met het waanzinnig promoten van deze nieuwe plaat. Dankjewel. En ik hoop dat je snel weer op de bühne staat voor een uitverkochte zaal. Dat hopen wij ook, dankjewel. Edwin Evers live. Ja, zometeen is het tijd voor jouw input, jouw muzikale input. Heel belangrijk, zeker op dinsdag. Je weet, dinsdag is nieuwe maandag, dinsdag is lubdag. Dus we hebben je hulp nodig. Wat wil jij horen in de 10 voor 10? Laat het achter via de Radio 10-app. Dat is helemaal gratis en dat is mooi, want dat kost niks. Omdat het gratis is. Via de Radio 10-app kun je het sturen... en dan kunnen we zometeen misschien wel gaan draaien voor jou in de 10 voor 10. Laat maar weten, via die Radio 10-app. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door beddenplein.nl... de grootste online beddenwinkel van Nederland.